Waarom voelt het alsof we het al twee andere parts verder hebben gedaan? Ja. Maar, by the way, ik heb totaal geen gameplay in het alles gestolen of zo om dit te doen. Ik heb dat niet gedaan. Maar als je dat toevallig hebt gedaan, wie zou het bij enige kans kunnen zijn, Jesse? Nou, het zou niet van split playthrough kunnen zijn. Nee, dat is bullshit. Zou het toevallig zijn link onder, hier onder de descriptie staan als het we het toeval van hem, hebben gepakt? Wel, er staat in de link in de descriptie, maar ik weet er niks van. Ik ben niet degene die het gloont. Oké, dan. Ja, ja, dit is totaal origineel en door Jesse opgenomen. Ja, dit was eigenlijk opgenomen, in 2015. Dus daarom zie je dat het niet zo'n goede kwaliteit heeft als andere video's, hè. Nee, dat is namelijk de framerate niet zo goed in. Heel lang geleden oude C-faal, ja. Totaal wat er gebeurd. Hebben we het dan niet, like, part 54 opgenomen op dit punt? Nee, dat is onzin. En dus, ik heb een vraagje. Ja? Omdat deze part een extra part is, zullen we dit gewoon like, extra bij doen, niet meten als één blok? Hoe bedoel je? Ja, ik weet toch wel dat we één keer per dag uploaden. Ja? Kunnen we dit als een extra part like, erbij doen? Ja. Ja, laten we dat doen. 47 en dan gelijk 47.5. Ja. Met deze ability kan ze een casino paleis maken natuurlijk. Man, ik ben net voor de laatste baas. Ja? Je kan niet level grinden op dat punt, toch? Ja, je kan nog steeds level grinden. Je kan altijd terug en heen gaan. Oh, er zijn nog vijanden verderop? Oké. De belangrijke vraag is, wie heb je allemaal bevochten? Like, welke baas heb je allemaal bevochten? Ik ben like, op het punt waar wij Shibuya en de Mementos gedaan like, samenvoegd was. Ja. Zijn er de vijanden daar? Ja, oh, dat is veel. Is er ook, oké, ik heb een andere vraag. Is er een boss rush? Nee. Okay. It's niet een bustrush, maar je gaat wel veel bazen like, bevechten. Okay. Weet jij toevallig de vier Engels, hoofdengels? Niet echt, nee. Michael, Gabriel, de andere twee, waarvan ik de naam niet goed omhoog. Raphael is er een van? Raphael, daar gaan we, Raphael en de vrouw, waarvan ik de naam ben vergeten. Hentai Dojin Master. Nou ja. Terwijl dat zijn de... Ja, het is een spoiler, maar die zijn die, dat zijn de bazen zo'n beetje. Nee, ja. Ja, het zijn maar bazen. Ik ga niet eens vertellen hoe ze vechten, dus. Nou, het is makkelijk om tegen buiten vechten op dit punt. Ja. Zij is like een ticket bom. Zij is waarschijnlijk een paleis zelf. We moeten haar gewoon opsluiten. Ja. Eerlijk gezegd, weet je, je zou denken dat ze net als die ene Yuri meid is van, like, Doki Doki Literature Club. Is dat ze kon elk moment die mes erbij pakken en een heel blij gezicht erbij houden. Oh, ze gaat niet in haarzelf steken. Ze heeft haar eigen speeltjes daarvoor. Ja, dat ook in mishandeling is zo erg. En Afford dan niet meer eens bewegen. Ze is zo bang voor een brute idle site dat ze gewoon niks meer kan doen. Burt er nou van als je met zo'n gekleerde rondloopt, je fucking tot. Ja? Ga terug naar de heksertuin, dat zag er tenminste goed uit. Ik denk dat Plutje steeds gestoorder wordt verder je gaat in het spel. Ja. Ze heeft therapie nodig. Ja. Wie precies? Ik denk dat er twee mensen zijn. Drie. Vier. Misschien vijf. Vijf mensen die therapie nodig hebben. Om
kan niet zeggen dat iedereen therapie nodig heeft na dit spel. Iedereen heeft therapie nodig naar de goede einde. Feiten, naar de goede einde is mijn breincellen, breincellen getoond. Dus hoeveel die breincellen erbij aanmaken. It's Neptunia. Kom maar mensen, toch werken, hoor, eens niet meer. Dit internet is waardeloos. Ik denk dat het is, waarom is het bij Neptunia? Is er een probleem met Neptunia of zo? Het is gewoon toeval, maar het is gewoon like het internet haat Neptunia voor geen reden. Nee. Like, het is gewoon een haat beep shit. Helaas, rat, je bent niet de hoofdkarakter. Dus het grote vriendschap werkt niet meer. Ja, maar dit is een van de beste scènes ooit. Ja. Hij krijgt zelfs zijn eten. Hij doet een charger post en alles. Hij heeft het gedaan, jongens. Hij heeft zijn eigen intro gekregen. Hier is de handkerchief of friendship to wipe your tears. Neptune gained the handkerchief ability. What? What the fuck is that for ability? Het is de handkerchief vrij. Ze kan handkerchiefs uit haar lichaam produceren. Nice try. Dat betekent niks voor het zoo, dat betekent niks. Kijk, als het misschien Neptune of andere mensen waren, ja, oké. We hebben die de volgende speeltje. De volgende experiment. Like, iedereen in dit spel is gekupt op Putty, ja? Kijk. Waarom laat je Plutia dit niet alleen handelen? Waarom moeten jullie mee mishandelen? Omdat anders gaat Plutia hun mishandelen, Ennis. Hoeft niet, je kan zeggen, Plutia, dat is allemaal voor jou. Ga jij in gang. We hebben het over Plutia. Het plan wil gewoon niet doen. Weet je nog, toen je zei van, like, weet je wel, iedereen schopt dat ene persoon in elkaar en zegt ze, wij zijn Planetune CPU's? Ja. Dit is net met Wartu. Why are you guys doing this? Because we are CPUs. Because we're Planetune CPUs! Oh god, ja, dat lijkt zo perfect hierbij. Oh, kijk een frame rate hier. Oeh, is alsof ze van mijn computer werd opgenomen. En 9 schade. Jezus, je bent best wel overpowered voor dit op dit soort. Ja man, ik had heel veel moeten trainen. Ik heb vooral dit gedaan, by the way.
Dit is de tarief van Split 22 dat in de descriptie zit en soms in, waar jij het over. Ja, toch? Waar heb je het nou over? Nee, het vond de zon zit. Kingdom Hearts in a nutshell. Oh nee, het is een spook. Weet je hoe we denken? Ik weet niet waarom, maar we denken aan. Je weet het ene geest in Kentucky's TV. Ja. Dat hij altijd de put komt en zo. En het is like, eerst heeft ze deze hele pure stem. Like, ik ben geen spook, ik ben eigenlijk een engel. Dan zie je haar opgehangen met heel veel bloed. En dan gaat het opeens heel erg distorten. Ja. Spreek tegen Pluut, ja, die bepaalt alles. Zie je, fuck Pluut, ja. Alright. Ik weet het hoor, ik vind het goed. Je zat al meerdere keren te trappen, te slaan met die whip en shit. Ze zegt specifiek vandaag. Dat betekent dat ze nog veel verder gaat normaal. Dat is zo schattig, maar fuck je dus, ja. Alsjeblieft, geef een koekje. Laat iemand doen dat, alsjeblieft. Een knuffel, iets om te zeggen. She's gone. The bad woman is gone. The bitch is gone now, I have. Ik heb het 3 keer, dit is de 3e keer dat ik het zie technisch gezien. Reaper 2, met kind kompa en nu met volwassen kompa. Kun je deze bandage van me afhalen en voel ik om erin te bewegen? Stop dan met bewegen! Net verkeerd, sorry dat ik probeer uit de bandages te komen van de topper. やりたくてやってるわけじゃないわよ。手段を選んでられるほど、こっちも余裕ないでしょ。わかったっちょ。それでオイラに何を聞きたいっちょか。地検人の情報を洗いざらいと言いたいところだけど。 Wist je dat Mr. Batten Sex Dungeon heeft? Er zit er voor een of andere reden heel erg veel jongens erin, maar ze lijkt heel erg feminine. Laten we zeggen dat er dingen in zitten waar ik niet over kan spreken. Wat ik wel kan zeggen is dat Anony Des soms gewoon naar de video's kijkt die best wat hem geeft. Vooral omdat met dat ene like, vrouw dat heel erg veel op dat ene CPU lijkt van PlayStation.
Ik weet niet waarom. Nou dat je het zegt... Dus ja, Yellow Heart heeft blijkbaar een energie oor of zoiets in haar, in de Anonie Desk fabriek, waardoor ze 10 keer sterker wordt dan een normale godin. Wie maakt deze wet? Het is gewoon morals. Of like fairness in love and war. En ze zeggen dat liefde en oorlog geen regels heeft, maar dat is onzin. Ze zijn letterlijk die dingen gedaan, oorlogregels. En als zoals vermoord niet de medic. Vermoord niet de medic, schiet mensen niet wanneer ze met de parachute naar je toe komen. Wat onzin is, by the way. Of wat dacht je van niet de mensen aan met de witte vlag? Ja, de witte vlag kan het tenminste begrijpen, want ze hebben al opgegeven, weet je wel. Dus als je de witte vlag weeft, dan heb je al gewonnen, zeg maar, weet je wel. Ja. Maar wij het op met parachute naar beneden halen, heb ik zoiets van, ja jongens. We zijn tegen gevecht op leven de dood. Dus ik zou niet zoveel zeuren als oorlog alleen effect had op de soldaten, maar er zijn ook vele oorlogen waar de mensen buiten het leger natuurlijk doodgaan. Dus dan heb je zoiets van... Maar dan heb je ook natuurlijk het feit dat ze niet weten of de ander wel houdt aan de oorlogsregels. Het is meestal terroristen, though. Ja. Voor wat we nu weten. Ja. Het stond iets. Weet je, ik heb wel ook zoiets van, weet je, als ze toch regels hebben over oorlog en zo. Waarom kunnen we gewoon niet oorlog verballen en gewoon iets anders doen? Ja. We dachten een competitie gewoon. Nou, een simpel competitie houden, lijkt me. We gaan toch aan de regels houden, blijkbaar. Ja, hoor, niet. Ja, laten we naar Anonie Dead's fabriek gaan, of we niet al hebben gedaan ofzo, wat we niet hebben, want we zijn totaal niet gegeven om deze part te uploaden ofzo, nee. Nee. Waar heb je nou over? Het is onzin. Dat de feit dat Koppa weer belangrijker is dan IF in de plot is echt wat volgens mij. Nou, dat zien we dan de volgende part weer. Want ik totaal niet hebben gedaan of zo. Nee, dat is onzin. Zoals ik al heb gezegd. Oh, wacht, we hebben nog een cutscene die we hier plaats zien. Bij de random fringe, omdat fuck ja, Neptune, ja. Oh fuck, is in de Twilight te lezen? Iedereen sparkelt nu, fuck dat even. Ik weet niet wat het is met sparkling vampires, though. Bye. I know, right? Wilvers zijn de coolere shit. Dat is van Super Saiyans. Ja, maar dat is niet Twilight. Maar Twilight heeft nou eenmaal die goede... Twilight heeft shit dingen. Twilight heeft geen goede... Super Saiyans zijn goed. De Super Saiyans zijn goed, hè? De Twilight heeft dat... Oh. Alles moet gewoon Super Saiyans hebben. Is hij gewoon je bitch heels of niet?